Hallo, Giovanni. Kijk eens, Giovanni. Met je Hey. prachtige skin. Heb je hem zelf gemaakt? De dark ride wordt echt ontzettend gaaf, zoals je ziet, deze prachtige boot. Maar na het intro, veel en veel meer. Okay, people, let's go to work. Nou, als je ziet, hallo iedereen. We zijn hier bezig met het gebied van de Atlantis. Zo, en Gio, wat vind jij nou het mooiste aan een Atlantis thema? Want dat hebben we nog niet in Disneycraft. Het mooiste vind ik toch wel de voorkant van deze attractie. Ja, hè? Ja. Ja, en ook Prachtig die echt een keigrote attractie is dit. En Ja, het is huge, joh. we zijn er allemaal heel blij mee. Helemaal. Heel blij mee. Helemaal blaas, zeker weet hij. Zo, dit vul ik allemaal met woed, zo. En dan moet je kijken wat ik daar ga doen. Dit is een stukje achterkant. Hier loopt dadelijk de rails door. Hier zijn we dus alles aan het bethematiserende. Kijk, hoor, dit De kan weg. dunne. Wat zeg je? Thematiserend dunne. En dan wil ik hier wat water uit laten stromen. Dat lijkt me gaaf dat dat naar beneden stroomt. Dat was eigenlijk de bedoeling ook. Maar waarom zie ik geen waterbucket? Ik zie geen waterbucket meer in mijn inventory. Ik heb hem hier. Moet je het hierin Ja, hebben? geef maar. Nee, geef maar. Ik bouw hier aan. Ik bouw Oké. hier aan. Weg. Gaan we vangen? Weet ik niet. Nee, niet dus. Hier, ik leg hem hier op de grond. Ik weet Oh, niet iedereen wil hem gelijk pakken. waar je hem hebt. Je hebt hem in Oh. je hand nu. Oh, wow. Ik zie dus gewoon helemaal niks in mijn inventory. Dat ik wat Je hebt beter heb. hem nu wel in je hand. Zal ik hem eens proberen of hij het doet? Ja, doe eens. Ja, en dat doet hij wel. Oh, raar joh. Wel even weg. Ja. Niet drainen door een hoppakee zo. Kijk, want als je hier. Gewoon niks. Zeg je? Gewoon helemaal niks in je hand, zeker jij. Nee, ik zie helemaal niks. Nou ja. Oh. Geen gelijk naar beneden zwemmen. Echt, hè? Ja, kom dan maar hier. Als mensen even weggaan, kasteel weer weg. Psst. Ik kan de weg staan. Echt, hè? Maar Altijd zo zo. ook. Gaaf. Bed uit, ja, zo. Nou, hier kunnen mensen dan komen ze langs. Dit is weer een stukje decor wat we maken. En dan gaan we heel die wand gaan we zo leuk maken. Dat mensen lekker langs een gethematiseerde Atlantis gebied komen. Ik wou expres een stuk buiten maken. We hadden eerst compleet binnen gemaakt. Maar nu zijn we ook dus buiten dingen aan het maken, zoals je ziet. En ik wil niet te veel verklappen, dus ik laat niet heel veel zien. Dit gaat ook open met 2.0, dus hier ben ik echt keihard mee bezig. Hier maken we nog een nieuwe attractie in. En het unieke hiervan is dat de Plato-grotten. Dat je dus dit hebben we nog nooit in Disneyland laten zien. Maar zo dat je eigenlijk door de waterval kan heen kijken naar. En ik zie zelfs kasteelvuur. Zijn letters zie ik zelfs door het water heen of zo. Nou goed, maar hier kan je dus naar buiten kijken in het water. En ja, dat ziet allemaal leuk uit, toch Wout? Oké. Nice. Tof, nou als je warp live doet, dus een warp live, kom je in deze bol. Dus wil je zien hoe dit gebied er verder uitziet? Nou, het is echt huge. Maar we zijn nog steeds bezig om het nog groter te bouwen. Dus dat wordt awesome. Gio zei al, groter dan Supervet. Disney Tour. Veel groter dan Disney Tour is dit. Maar sowieso, een groot project is Nou, altijd awesome. Ja? dat is zwaar, maar ik denk niet dat hij. Hij is iets kleiner, denk ik, dan Nee, Disney joh. Tour. Iets kleiner, jawel. Disney Tour is een rit van 11 minuten ook, hè? Die is Oh, ook zo bedoel je, huge. maar qua omvang is die groter, Ja, denk qua ik. omvang is die. Ja, Oh, ik tuurlijk. dacht dat je dat bedoelde. Oh, ja, ik dacht dat jij dacht dat ik dacht dat bedoelde, dat jij Nee, dacht maar dat ik volgens dat. mij dacht jij dat ik dacht dat jij dacht dat. Ik ben de draad nu alweer kwijt. Welke draad? De Oh, rode inderdaad, draad. dat jij dacht dat ik dacht dat jij dacht zij van. Oké. Nee, dan weet ik het. Nee, ja, oké. Okay. Goed dat je het begrijpt. Ja, ik ben zo. Ik had je dan nooit anders gekend en zo. Oh, ik heb de verkeerde Wauw. slurs gepakt. Wacht, ik moet 9 pakken. Dat is de goede.
Hey, maar anders pak je gewoon even 9. Dan ga ik kijken hoe die daar is, want hij moet precies... Oh, hij loopt naar achter in die blok, oké. Okay. Dus dan moet deze moet weg. Zo, blablabla. Zo mensen, dus dan weet u een beetje hoe het zit met het Atlantis gedeelte. Ik wou heel graag een video hierover maken, omdat ik heel trots ben op dit gebied. En dat we met... ja, dat we toch wat leuks ervan maken van dit. Ja, toch? Zeker weten, zeker weten. Nou, ik maak even deze rij af. Voor een leuke video, deze special. Het was een korte video, maar misschien hopelijk ook een beetje krachtig. Dan moet je zeker een groen duimpje geven. En vergeet ook niet te kijken bij Warp Live voor zelf een overview van dit potje. Van dit gebied. Ja. Doei. Enthousiasme.